UEFA, de Europese voetbalorganisatie, dan een boete verstrekt. Weltzel, de 26-jarige Wener, beschikbare plaatsen. Nu Weltzel de tweede helft voor Tol. Arns. Weltzel, Hovenkamp is weer opgekomen. Kist weet dat, van Hovenkamp, dat een demonstratiewedstrijd voor UNICEF mag spelen in Spanje, 16 december. Weltzel moet zelf gaan, want is dat helemaal in zijn eentje. Kist. Weltzel. Dat doet hij aardig, maar de afmaak deugt niet. Doelpunt Weltzel. Ja. Onnozel moment lijkt dat. Maar het is wel gewoon 4-0 en ik heb veel voor ons. En dat was ook duidelijk voor de eerste wedstrijd. Toen was Radnitsky erg timide. Keek heel erg hoog op tegen. Het is maar wie je wil, zegt Hovenkamp. Wil je mij, wil je een ander op links, Niekaart? Of zoek je Weltzel? Peters wil gewoon een doelpunt maken waarschijnlijk. En zoek daarom een ingewikkeld patroon. Nou, niet zo schaadt gemakkelijk. Er loopt niemand meer in de weg kennelijk. Of Weltzel moet... Weltzel, Jonker, Kaart. En voor AZ is het natuurlijk bijzonder interessant dit seizoen om te kijken hoe ver de grenzen liggen. 1,5. Peters, Weltzel bij de 26. Niegaard. Spelbos komt. Weltzel. Staat weer vrij. Maar kon de draai nu niet maken. Weltzel. AZ een ploeg met full profs. Ja, Jonker begreep hem eerst niet. Weltzel. Het blijft sierlijk natuurlijk om te zien. Niegaard, Weltzel. Een toetermaar wordt er tegen hem gezet. Peters. Jonker. Weltzel. Ja, het echte hardlopen is er nu ook niet meer. Zo gaat het weer fout. Het belangrijkste probleem voor AZ in deze tweede helft is dan geweest om eigenlijk de zaak levendig te houden voor het publiek. Die in gevarengebied waren. Dat hij aannam dat Obradovic achter zijn rug dat ook wel zou zijn geweest. Weltzel. Arends. Kist is vrij op links. Weltzel probeerde hem ook wel te halen. Eindsignaal van de wedstrijd is er. Koert Weltzel hoeft niet meer in te gooien. AZ wint met 5-0. Dit zijn de mensen die scoorden. Drie keer Kist, Niegaard, de grote uitblinker, zeker in de eerste helft.